je dat het geloof kunnen nog wel meer ophalen. Een plekje om 3 uur heeft ze wel. Dat is de 12 maart. Ja. Ja, zou jij eens even kijken of ze erbij gezet kan worden dan? Ja, hè? Wat zijn er dan weer? Zeg, kom maar even. Ja, allemaal netjes. Hoi. Ik moet het eruit. En ook. Ja, ja. Een beetje als de ton hier op die dingen. Ja, dat krijg je nooit meer. Ik heb wel wat nog gedaan, hè? Vanochtend. Ja, oh. Ik ben het toch wel altijd op. Ja. Goedemiddag dames, ik overval jullie, hè? Ja. Jullie hadden eigenlijk liever gewild dat ik ietsje later kwam, maar jullie zijn echt bezig met de laatste puntjes op de i. Ja, klopt. Dat hoort er ook bij, dus er wordt nog verbouwd. Nou ja, je ziet toch al een klein beetje, kijk, hier is nog een deur in de verf. Maar jullie zijn wel gewoon al, ja, zo goed als klaar, toch? Ja. 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 Vertel eens even kort voor de mensen die jullie nog niet kennen. Patricia en Priscilla, moeder en dochter. Klopt. Ja. En hoe lang zijn jullie al gevestigd in het winkelcentrum in Duindal? 8 jaar. In december, nu dit jaar, wordt het 9 jaar. Ja. Ja. Nou, en de reden dat jullie gingen verhuizen, dat heeft waarschijnlijk te maken met de komst van de Aldi? Of, ja, klopt. Ja. Wij moesten er eigenlijk uit, want anders had de Aldi niet kunnen komen. Ja. En hadden jullie daar moeite mee of vonden jullie het wel een goed idee? We hadden nog recht om op 2 jaar er te blijven zitten. Dus ja, maar wij willen ook gewoon dat het winkelcentrum gewoon goed gevuld wordt. Want het is heel veel leegstand natuurlijk hier. Het is echt zonde, want het is een hartstikke mooi winkelcentrum. Ja. Leuke ondernemers allemaal onderling. Dus het is wel mooi dat Aldi komt. Ja. Dan wordt het weer gevuld. Ja, precies. Nou ja, er zit gewoon beweging. En dit is ook best... Nou ja, dit was natuurlijk altijd van het Westende, jarenlang. Maar dit is een mooie grote ruimte, toch? Ja. Klopt. We hebben dit nu gekocht. Oh, echt waar? En verbouwd tot kapsalon. Ja. En dit is het resultaat dan. Ja, en jullie hebben meerdere kapsalons, toch? Nog eentje. Ja, nog eentje in de Versport, ja. Oké. Okay. En daar staan jullie daar zelf ook, of hoe verdelen jullie dat? Een beetje, dat is wisselend. Want jullie zijn echt volle compagnons van elkaar. Of ben jij gewoon bij je moeder in dienst, of hoe zit dat? Nee, wij echt van ons samen, VOF. Ja, dat is dat toch wel, dat zat er toch een beetje in de genen, hè? Want jij was kapser en jij dacht, dat word ik ook. Ja. Ja, dat is leuk. Ja. Heel vroeg eigenlijk. Ja. En ik ging eigenlijk, ik wou beginnen en toen zei ik ook, zullen we het niet samen doen? Ja, mijn zusje komt er waarschijnlijk bij. Dus, oh, die is er ook nog? Ja, die is 16 en die heeft zich ingeschreven voor de kappersopleiding. Dus die komt waarschijnlijk bij dit. Oh, dat is grappig. En hoe oud ben jij dan, als ik vraag mag? 28. Oké, dat is echt een familieverhaal. Ja, leuk. Vanaf mijn 20ste gelijk met jou ook samen een beetje zo begonnen. Ja. Ja, dan hebben jullie ook nog een aantal medewerkers en die staan daar. Een paar van ons. Maar er is, behalve dat jullie een hele mooie nieuwe zaak hebben, is natuurlijk ook net de overgang weer van de lockdown, mogen jullie weer open? Dat is vanaf? 3 maart. Dus dat is woensdag aanstaande? Ja. En jullie hebben morgen dan een opening met familie en vrienden, geloof ik? Ja, een beetje wel op afspraak. Ja. In verband met de corona, je kan gewoon niet te veel mensen nu in je salon hebben. Geen polonaise, nee. Dus nee, want we willen wel gewoon dat we 3 maart weer aan de slag kunnen zonder dat we besmet worden. Ja, hoe gaat dat? Want jij was er net... tussen het verbouwen door even de telefoon aan het aannemen. Dat was ook weer een reservering. Ja, gaat dat dan gelijk goed? Ja, nee, we staan al de eerste week al helemaal vol. Ja, 2 weken zelfs. Dus, dat gaat dan toch? Ja. Gaat, en jullie hebben ook veel vaste klanten? Ja. En zijn het dan vooral mensen uit Douwendaal of komen ze eigenlijk overal vandaan? Overal wel. Ja, wel. Ook van dorpjes rondom. Ja. Arnhemuiden, Nieuwe Sint-Joostland. Zie je veel. En waar wonen jullie nou zelf ook? Dat is niet in Douwendaal, hè? Ik woon zelf in Leeuwdorp. Ik zie er ook. Ja, van alle markten thuis, toch? Ja. En neem je dan ook mensen van het dorp mee naar hier? Of is dat dan weer te ver rijden? Nee, soms te ver. Ja. Sommigen komen wel, maar dat is echt toch... goede vrienden, familie, die komen wel. En hier de nieuwe zaak, zijn er dingen veranderd die goed zijn voor mensen om te weten? Gaan jullie dingen anders doen? Of... Eigenlijk wel een beetje dezelfde manier. Ja, we houden gewoon van klantvriendelijkheid en dat de mensen zich thuis voelen. En dat was eigenlijk wel ons doel, hè, met dit nu. Ja. Dat het gewoon knus is en warm is en dat mensen zich echt op hun gemak voelen. Ja. En dat we natuurlijk goede kwaliteit leveren, dat is ook wel belangrijk. Maar jullie zijn voor dames, heren, jullie doen eigenlijk alles. Ja, woensdagmiddag hebben wij kinderknipmiddag. Oké, kijk. Een actie. Ja. Dus dat is al jaren zo. En de mensen zijn dat gewend. Dus, en wat is dan de actie? Dan mogen ook alleen kinderen komen op woensdagmiddag? Nee hoor, dan mogen ook gewoon volwassenen komen. Dan is de prijs aangepast. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dat is altijd sympathiek. Ja, dat is goed om te weten. Ja, nou, heb je zelf nog iets toe te voegen over nog een...
Ja, nee, dat nee, dan ja. Heel veel zin ja, in maar, om hier te beginnen. Ja, nou ja, precies. Dat is het eigenlijk. Ja. Het is best wel zwaar hoor, de corona, de coronamaatregelen. Ja, maar jullie waren ook dicht sinds 15 december? Ja. Ja. Dat is wel pittig. Enige voordeel is dat jullie hadden, dat jullie konden verbouwen tijdens de sluiting. Ja, dat kwam daar wel een beetje samen. Ja. Nou, leuk, dan wens ik jullie heel veel succes hier zo. Ja, en ja, nou ja, dat het alleen maar beter mag worden nog. Ja, maar dat komt wel goed, toch? We wel niet meer dicht hoeven. Nee, precies, dat gaat donder allemaal. Maar dat hebben veel kapsels. Ja, dat denk ik ook.